Dag 1, camping Hirtshals. Vandaag komen de deelnemers aan en vanavond hebben we de gezellige borrel. Romano is met een van zijn eerste taken als reisbegeleider bezig. Zo is het. Misschien wel de belangrijkste. Ja. De vlag wordt gehesen. Hè? De NKC is aanwezig. Ja, die kan er wel tegen deze wind. Nou, wie... Gelijk het Wilhelmus. De NKC, wacht op weer. Ik heb hem bij met de smartlap. Goedemorgen Arnold. Jij zit al lekker buiten. En ja. Het is helemaal niet zo geweldig weer vandaag, hè? Nee, het is niet, geen zon, maar het is heerlijk fris. Jij voelt je goed op je gemak. Heerlijk. En je gaat mee naar de Vareur en naar IJsland. Ja, vaker geweest? Nog nooit geweest. Ik heb erg veel van de wereld gezien. Maar hier waren we nog niet geweest. Hier was je nog nooit geweest. Je zegt, ik heb erg veel van de wereld gezien. Noem eens wat. Nou, we zijn met de camper naar Marokko geweest. We zijn in Zuid-Afrika geweest, Nieuw-Zeeland en Amerika. Dat hebben we gelukkig met z'n tweeën nog kunnen doen. Nou, dat is toch ook heel wat. En nog nooit in IJsland geweest. Nee. En die ervaring wil je ook graag een keer opdoen. Die wil ik graag een keer opdoen. Nou, dat gaan we dan samen bekijken. Ja, huh? Ja. Oké. Dat zal wel lukken. Fijne dag vandaag, hè? Ja, dankjewel. Ja. Goedemiddag. Kijk eens wat een mooie blauwe lucht we hebben. We zitten hier in Hirtshals. En we hebben net onze reisbegeleiders ontmoet. En er is meteen werk aan de winkel. Maar misschien is het leuk dat ze zichzelf even voorstellen. Huh? Prima, ik ben Annelies. Ik mag reisbegeleider zijn van deze mooie reis. Die wij 5 jaar geleden al als deelnemer hebben meegemaakt. Nou, en hier hebben we... Ja, ik ben Romano. En zoals Annelies zei, hebben we al die IJslandreis gedaan. Wat er toen niet in zat, was de Vareur. En dat hebben we dit jaar er wel in gestopt. Nou, daar zijn we echt benieuwd naar. Ja, naar ik ook. Vareur, hè? Ja. Nou, maar wat zijn we nu aan het doen? Annelies, vertel even, wat zijn we aan het doen? De deelnemers krijgen morgen deze glaasjes, versierd met een lintje in NKC blauw. Kaartjes. En de kaartjes van de hand van Romano laten zien onze reisroute en de wens. Goede reis. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is even werk, hè? Goed dat we kleuterschool gehad hebben met z'n allen. Ja. En dat we... Wat zoekoe, sorry. En ook een gezellige reis. En we gaan als NKC-groep. En dat betekent niet dat we de hele tijd bij elkaar op schoot moeten zitten. Helemaal niet. Grote vrijheid. Maar we hebben natuurlijk toch wel... De gezelligheid aan elkaar en ook een beetje de zorg voor elkaar. Waar ik het nu over wil hebben is eigenlijk alleen maar de dingen voor morgen. De tickets hebben wij vanmiddag al kunnen uitdelen. Met een heel blij en verrijkt gevoel weer terugkomt thuis. Daar wil ik op drinken. Proost. Dan wil ik meteen hier een tweede toast aan toevoegen. En dan brengen we nog een toast uit op Leni, de oorspronkelijke assistente. Want die is jarig vandaag. In de morgen zien we onze boot al binnenkomen in de haven van Hirtshals. En tegen 3:30 in de middag rijden we dus de boot op. Het is een enorm schip. Er gaan ongeveer 1400 passagiers mee, 800 auto's, 130 vrachtwagens en nu gaan er dus heel veel campers mee. En we moeten ook een helling op. Nou, ik heb onderhand geleerd dat je de automatische snelling uit moet schakelen in de eerste versnelling. En huppakee, daar gaan we dan. Oh, dit is wel breed pad. En als we boven zijn aangekomen, maken we een grote bocht, zodat we keurig achter de andere campers komen te staan.
En als we eenmaal op de plaats zijn, zoeken we de lift op, gaan we naar dek 8 en daar hebben we onze hut. Mooie kamer, hè? Ja, dat laten we even zien. Wat heb je gedaan? Nee, ik heb even mijn regenjasje hier. Regenjas heen. Ja. En we gaan toch zo. Oh, kijk. Maak even een bed op. En deze is opgeklapt. Ja, maar hier is er nog één daarboven. Zie je dat? Ja. Maar we klappen die wel naar beneden. Ja. En we hebben een buitenhut. Dus we kunnen naar buiten kijken. Nou, het is wel heel grauw weer. Maar goed. Even kijken, hoe zit dit? Oh, dat is heel royaal. Moet je het licht aan doen? Dat is heel royaal, Gerard. Kijk. Ja, laat maar even zien. Ja. Douche. Wc. En de wasbak. Oh, dat ligt natuurlijk. Ja, dat lukt dus niet. Dan zullen we vannacht met z'n tweeën in een episode bed moeten. Oh, hij is aardig breed, Gerard. Het is maar één kussen. Nou, ja. Ik ga even kijken of ik iemand te pakken krijg. Ja. Jo. Nou, het is gelukt. Er kwam een jonge dame, die heeft ons even geholpen. Maar achteraf hadden we het ook zelf kunnen doen. Maar ja, je moet het maar net weten. Ga je maar achter de gordijnen zo. Maar ik denk, misschien kun je daar. Nou, dit is dek 10. En hier heb je dus mooi uitzicht over de stad. 30 meter hoog. En netjes op tijd varen we het zeegat uit. De Noordzee op. Het leuke is, we hebben in de hut ook een tv. En op de tv hebben we de navigator. En daarop kunnen we precies zien waar het schip zich bevindt. Om 6:30 was het verzamelen op dek 6. En daar hadden we in het restaurant een uitstekend buffet. Geweldig. Echt eerste klas. En zoveel lekkere dingen. Nou, eigenlijk veel te veel lekkere dingen. What do you have there? Oh, yeah, beef, all pork, all filling. Oh, it looks very nice. Yes. It tastes very nice. Okay, thank you. Oh dear. Oh, er zijn twee buffetten. Dit is hetzelfde als daar staat. Identiek, hè? Ja. Had jij wel honger, Betsy? Nee. Ik heb nooit honger. Maar we hebben vannacht gemerkt dat we op de oceaan kwamen en begon zo te wiebelen. En dan heb je wel een vollere maag nodig, heb ik begrepen. En dat helpt. Dus ik neem een flink ontbijt vandaag. Ja. Nou, waar had je het over? Nou, hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja, lekker. Maar gisteren wel veel gieten. En jij? Ja, ik moet er even tussendoor zeggen. Dat zijn Mieke en Pieter. Onze Belgische deelnemers. En die hebben we ook al meegehad op Marokko. Dus als je de vlog van Marokko nog eens een keer nakijkt, dan kom je ze tegen. Hè? Ja. Jij vroeg waar we het over hadden, hè? Ja. Ik vroeg aan Mieke, heb je lekker geslapen? Ja, ik heb lekker geslapen. Maar ik heb op aanraden van Angela droogbrood meegenomen. In geval dat, je moet altijd zorgen dat je iets in je maag hebt. Dus in geval van nood, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Met een stuk droombrood. Ja, inderdaad. Ja. Oh god, dus ik moet zo meteen, want het wiebelt bij mij ook behoorlijk. Pieter, heb jij er ook last van? Nee, ik heb er gelukkig geen last van. Het helpt wel dat we een raam op de kamer hebben. Mij helpt dat. Ik kijk veel naar buiten en dan heb je niet zo de indruk dat. Want als je dat niet zou hebben, dan zit je in het donker wat te schommelen. Dus als je geest kunt volgen, dan komt het wel goed. Maar dan heb je de hele nacht dat gordijn open gehad. Ja. Ja. Zijn wel wat dingen gezegd? Nee. Daarom waren we ook zo vroeg wakker. Om 4:30 wakker. Die keer dat we. Oh,
liggen. Binnen moet Nederland voetballen. Ja. Ja, er is nog niet veel animo voor de jacuzzi. Nee. We zijn bij de Shetland-eilanden, maar ik zie ze nog niet. Nee, maar die moet ook voor je liggen. Die. We zitten aan de achterkant van het schip, bij het helikopterdek. Maar we kunnen ook even hier omhoog lopen. En dit is dus dek 10. Waar je prachtig uitzicht hebt over het hele schip. En over de zee, 30 meter hoogte. En dan lopen we even naar de voorkant van het schip. Ze hebben wel mooie glazen toestand van gemaakt, zodat je daar toch uit de wind ziet. En op de Navitor zien we dat we dus de Shetland-eilanden naderen. En dat zijn, die zien we dan ook inderdaad liggen. Zwaar bewolkt. De wolken die hangen over de bergen, maar we hebben ze gezien. Als je ze niet op de film hebt straks, dan hebben we hem hier, hè? Ja. De papegaaiduiker. Ja, schattig, hè? En dan wordt het tijd om naar de recreatieruimte te gaan om de voetbalwedstrijd te volgen. Gelukkig loopt het goed af. Dankzij de goalketter Wout Weghorst. En hier nog even zijn prachtige doelpunt. Recht op de slof. Bam! En erin gaat hij. En na een heerlijk diner, buffet om 6:30 in de middag, zijn we tegen 10:30 in de avond in Torshaven aangekomen. Het duurt even voordat het boot leeg is, maar de afstand naar de camping is maar 1,5 kilometer. Dus daar zijn we zo. Tegen 11:30 rijden we de camping op. Plaatsen zijn gereserveerd, dus geen enkel probleem. Met een geweldig mooi uitzicht. Nou, heeft hij ook even ons? Ik geloof wel. Ja, dat is even wennen. Het is 12:00 in de nacht en het is nog hartstikke licht. En inmiddels zijn alle campers gearriveerd op de Faroe-eilanden. We hebben een goede overtocht gehad. Heel relaxed. Leuk voetbal gekeken. Nou, beste mensen, je ziet, ik zit weer achter de computer. Ik heb net weer een video gemonteerd. En ik hoop dat je het leuk vindt. Duimpje vinden we ook altijd leuk. Abonneren. En als je al een abonnement hebt, vergeet niet op het belletje te drukken. Want dan krijg je een teken. Er is weer een nieuwe vlog. Nou, tot de volgende keer.